In Londen was hij de enige Nederlandse dressuurruiter die het podium haalde. Frank Hosmaer won daar 2 keer brons. Nu zijn de verwachtingen nog hoger gespannen. De dressuursport heeft in Nederland een enorme vlucht genomen. Heeft het hem veranderd? En hoe gaat hij met die druk om? Nou, niet anders dan anders. Ik train gewoon door en pik gewoon echt de momenten die het belangrijkste zijn, die pikken we eruit. En dat zal straks Rio ook zijn. En wat doet die druk met jou? Nou, niet zo heel veel. Nee, ik ga mijn pa niet forceren, want dat werkt toch niet. En, zeker op langere termijn niet. Dus ik blijf gewoon focussen op wat mijn paard ook aangeeft. En daar haken wij weer op in. Ja, de paradressuursport heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Hoe is dat voor jou? Ja, het is wel bijzonder om te zien. Toen ik in 2009 ben begonnen, toen was het eigenlijk maar een heel klein clubje hier in Nederland. Wat eigenlijk niet zo woest veel voorstelde. En nu is het toch echt een hele grote professionele groep geworden. Dus dat is heel mooi om te zien. Maakt het jou ook beter? Tuurlijk. Als je om je heen ziet dat iedereen alles beter wordt, dan wil je dat zelf ook. En ik probeer zelf ook de groep mee te trekken dat ze ook allemaal beter worden. En die combinatie, jij en Alphaville, wat maakt jullie zo goed? Dat is toch een alarm. Dat was hem al. Ah, kijk. Nou, dankjewel, Frank. Ja, is goed.